Dirk. Weinig, hè. Roll the whole thing, hè. I've got it. En dan is de pik eraan mee. Proficiat, hè. Tum, tum. Oké. De pasta. Het dan wie? Zo wel erbij dan vanavond. Oh shit. Bel je? Oh, dat mag. Hey. 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 Zit de kaarsjes aangezet. Hey. Okay. West. West. Ja, maar nee. 5 wat 4. Oh, sweet. Hij gaat de candles. Zijn jullie er klaar voor? Ja, oké. Een beetje naar beneden, anders gaat niet. Vanaf nu in alle stilte en rust, hè? Oké. Oké. Allee, hier is dat in neer, jongen. Kan ze u nu zien? Oh my god! Ik zal u even kunnen draaien, zo alsjeblieft. Zo, wat? Zo! Everybody ready? Okay. Kijk dat doen! Werf ik ze niet kloren? Ja! Ja, oké. Okay. Beste familie, vrienden en gelovigen. We zijn vandaag samengekomen. Kijk doen! Ja! Oké. Okay. Ja. We zijn vandaag samengekomen in dit nederig oord om de zegening en zaligverklaring bij te wonen van onze goede vriend Dirk Durnay. Gelieve dan ook, na de ceremonie, hem eerbiedig aan te spreken als uw zaligheid, Dirkus Durnevinos. Zijn handen kussen mag, de voeten mogen ook. Dirk Durnay werd geboren op de wonderbaarlijke dag des Herens, 20 december 1958 in Wervik. Niet geheel toevallig dezelfde dag dat in Griekenland Dionysos, god van de wijn en uitvinder van het coma-zuipen, ook het licht zag, maar dan in 1958 voor Christus. Natuurlijk. We mogen gerust aannemen dat dit schitterend individu het grote voorbeeld en rolmodel was voor onze Dirk. Want overal waar deze goddelijke figuur verscheen, was het direct dikke ambiance en bleef er geen enkel wijnglas leeg. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Werd volgens de geschiedenisboeken daar voor de eerste keer gehoord. Reeds in zijn prille jeugd was Dirk in de ban van de wonderlijke krachten die de wijndruif bezit. De parabel van Jezus, die water in wijn veranderde, maakte zo'n indruk op onze jonge knaap dat hij in de ouderlijke kelder en in het grootste geheim een uitgebreide collectie van bronwater aanlegde. Kleine zus werd voor haar stilzwijgen omgekocht met een rugmassage om de elke andere dag. Sparijn, Chaudfontein, top, maar ook flessen uit vreemde verre landen. Vittel, San Pellegrino, Poland Spring, Singa en zelfs na lang zoeken Pick and Pay Mineral Water. Velen beschouwen dit feit als de eerste tekenen van Dirk, zijn honger naar avonturen in verre, vreemde, onbekende landen. Telkens
Hallo. Hallo, Larry. Telkens wanneer de wekelijkse dag des herens was aangebroken, smokkelde onze jonge vriend een uitverkoren fles mee naar de mis en liet ze stiekem door de onwetende pastoren van Wervik zegenen. Geduldig wachtte hij maand na maand voor het grote wonder dat op één dag zijn gekoesterde verzameling water zou veranderen in de meest heerlijke wijn. Resultaten bleven echter uit en Dirk zijn geloof begon lichtjes te wankelen. Thuis had hij echter geleerd dat echte West-Vlamingen nooit of te nimmer opgeven. En zie, na jaren van opoffering en toewijding kwam de lang verwachte verlossing. We schrijven de dag des verrijzenis van onze lieve Heer in het vruchtbare jaar 1968 voor de kenners onder ons een bijzonder goed Bordeauxjaar. Op die bewuste dag fietste Dirk onverschrokken door de Vlaamse velden met een mandje druiven in de hand, de welke hij verkregen had door de plaatselijke fruitboer een blaaswijs te maken, zeggende dat hij voedsel verzamelde voor de arme kindjes in Zuid-Afrika, de welke hij binnen afzienbare tijd zou gaan bekeren tot het ware geloof. Dus naaksjes, het is maar dat je het weet. Ook zijn fascinatie voor gemotoriseerde tweewielers uitte zich reeds op deze jeugdige leeftijd. Bij gebrek aan beters bevestigde onze jonge Dirk met wasknijpers oude speelkaarten aan zijn fietsframe, zodat die kletterde tegen de spaken van de wielen. Was het geen Harley? Zijn velo maakte tenminste veel geraas en je kon kleine Dirk van heinde en ver oren afkomen. Geluk bij een ongeluk, of hoe zal ik het noemen? Een van de wasknijpers geraakte tussen de spaken en veroorzaakte een fikse buiteling, met als gevolg wat bloed en tranen en verloren eenzame druifjes helemaal verspreid over een verlaten Werviks veldwegje. Zomer, herfst en winter gingen onopvallend voorbij, tot plots op de eerste donderdag van maand april, wat is dat toch met die First Thursdays, bij het eerste echte lentekrieken talloze trotse jonge wijnplantjes de kop begonnen op te steken. Verbaasd en verbouwereerd kwam de plaatselijke bevolking gestaag naar het wonder van de natuur kijken, zoals ook onze jonge spruit met zijn ouders. Toen weergalmden de historische woorden. Dat niet waar, hé. Amo, had hij zie je dat ik vorig jaar op mijn bullen ben gevallen? Weet je het nog, mijn mum, weet je het nog? Vol verbazing keek mijn mum naar haar zoon. Tot één klaps, een bliksem door de wolken schoot en zie, daar rees een volgroeide wijnrank uit de aarde. De rijpe druiven lieten hun edele vocht rijkelijk neerstromen op de malse grond. Sommige van de omstaanders konden niet weerstaan om eens te proeven van het heilige sap. De gelukzalige lach op hun gezichten sprak boekdelen. Half Wervik sloeg de handen in de lucht en knielde eerbiedig neer voor het goddelijke kind. Het vredige stadje werd eensklaps een gewild bedevaartsoord en vele voorname gezanten van de kerk maakten hun opwachting bij de ouderlijke woning om het wonderkind over de toen nog weelderige haardos te vrijen. Meteen organiseerde hij, onze Dirk natuurlijk, een uitgebreide wijnproeverij en hing iedereen aan zijn lippen. Wanneer Dirk uitvoerig met kennis van zaken, zoals altijd trouwens, uitleg verschafde van zijn eigen spasjeraas of pick-and-pay pinotage. Weldra werd op de bewuste plaats waar het eerste wonder geschiedde een grot gebouwd, alwaar trouwe gelovigen regelmatig opdoken met een paar soort fonteins in de hand in de hoop van puntje, puntje, puntje. Groot nieuws echter in heel Vlaanderen toen onlangs op nationale televisie de verschijning van Dirk met flikkerende ogen en in goede doen, als ook de wonderlijke verandering van water in wijn, voor de eerste keer op beeld werd vastgelegd. Niemand die nu nog enige twijfel had aan de uitzonderlijke krachten van onze Dirk.
Zie daar het levend bewijs. Ah. Je moet je dichter komen, nemen. Dirk, je moet wel dichter komen. Kom, ja, zet je maar bij. Dan, 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 dan. Laat het water maar komen. Ja, ik hoop, je moet luisteren, hè. Laat het water maar komen en ik zal het veranderen in wijn. In wijn? Ja, in wijn. Ik hoop voor de verschoten, want ja, voor de fik was al de kettergoed, dat dacht ik dat ook niet doen. Ja. Maar en dan kende u de persoon of was het nog? Nee, absoluut niet. En, ja, en die lichtjes pinkelden alle kanten, ja. En die weet dat ik het vrij aangedaan heb, maar ik heb een filmpje, ik heb het gefilmd, want dat heb je niet meer. Kunt u dat aan onze kijkers even tonen? Ja, maar dan kijk ik, kijk naar dat beeld. Heerlijk! Oh, een zet! Daar is die. Deze vrij spectaculaire beelden hebben toch wel gezorgd voor heel wat opschudding in Werden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat heel wat bewoners continu naar deze plaats komen met water. Met alle hoop om dit veranderd te zien in wijn. Wie is dat? Hoe is dat? Ja, Bart! Wie dan nou? En met succes. Ben het thuis. Zo, u bent weer helemaal bij. Dank dat u bij ons was. Ik wens u nog een mooie avond. Natuurlijk het wereld bekendmaken van de magische krachten en de wonderlijke krachten van onze goede vriend Dirk. Werd de bouwplannen voor een vinodraal ter ere van Dirkus Durdevinus werden reeds ingediend. Eerste steenlegging wordt verwacht ten vroegste 2019. Tot in Rome verspreidde zich het nieuws en daarom zijn we vandaag zo verheugd, trouwe volgelingen en vrienden, dat de speciale gezant, persoonlijk gestuurd door de paus, de heilige inzegening kon voltrekken van onze Dirk Durnevinus. Beste gelovigen, uw applaus voor de hoogwaardige Pontius Bonifatius Bonus Malus Erectum. Oh, no,
Beste genoten. Beste genoten. Maxima Presents. Ik begroet jullie allemaal in naam van de Heilige Vader, zijn kardinalen en de voltallige curie van Rome. We zijn hier om de zalenverklaring van deze dienaars Gods te voltrekken. Zijn heerlijkheid, paus Franciscus, komt spijtig genoeg deze heilige verklaring, deze zalenverklaring, niet bijwonen, maar heeft mij als zijn trouwe pietistische vertegenwoordiger naar hier gestuurd om deze zaligverklaring in goede banen te leiden. We hebben elkaar al reeds in het verleden gezien toen ik de plechtgetrouwbelofte van deze onderdaan van God heb ingezegend. Toen was ik nog maar een bescheiden pastoor, hè? Maar door heel veel te storten van aanzienlijke bedragen op de rekening van de Banco Ambrosio, de bank van het Vaticaan, kan je je zo opwerken in de hiërarchie van het Vaticaan. Nu, terzake. Zijn Hoogheid Sint Franciscus bidt voor jullie en in de eerste plaats voor Dirtus Durnevius. Laten we bidden in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabbat, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Amen. Dicus Donevius. Mag ik u vragen om hier te komen platleggen? Met de neus naar beneden en uw armen gespreid. Alright. Herhaal daarbij. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Cool. Gezegend hij die komt in naam des Heeres. Gezegend hij die komt in de naam des Heeres. Dircus qui venit in nomine Domini. Dircus en... Qui venit in nomine Domini. In nomine Domini. Ik ben daar juist met vleeshuis geweest van de kindjes. En er is toch iets aan mijn zo triom betekenen. Ik heb het niet. Ja. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Allee. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Plenisunt e terra gloria tua. Ladies and gentlemen, gloria tua. Hosanna in excelsis, amen. Hosanna in excelsis, amen. Koes heeft geen blad vergeten. Koes heeft geen blad vergeten. Je moet terug rechts, hè? Deze zaterdag. Rechts staan. Oh. Zeg maar, ik kom er niet vanaf, hè? Rechts staan. Dan mogen we ook terug gaan zitten. Niks van, hij moet. Deze zalenverklaring moet volgens de kerkelijke gebruiken
en de wetten overgoten worden met de nodige spirituele dranken. Dat deze zaalverklaring volledig in teken staat van Jezus zijn favoriete wonder, water in wijn te laten veranderen. Dus, bibendum venum religiosum. Laten we het glas heffen op Circus. En weer een glas. Alle. Dat is ik ook. Net zijn. Allee, in België? Allee. Is leeg. Amen, hè? Amen. Santé. Het concilie van Tegroetje, van 1159, heeft bepaald dat alles wat onder de vleugels van Bacchus valt en Dionysius, de god van de wijn, overvloedig bevloeid moet worden, want enkel dan kunnen de wonderbaarlijke krachten van deze nederige ziel bewaard blijven. Dus laten we opnieuw het gras heffen en denken. Het gras heffen. Bloep, bloep, bloep. Santé. Santé. Dus laten we bidden in naam van de moeder, de dochter en de onbevlekte ontvangenis. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Alle namen, Sanctus, Sanctus. Sanctus, 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 Sanctus. Dominus Deus Sabbat. Dominus Deus Sabbat. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Amen. Amen. Genodige gelovigen, familie, vrienden, laten we nu overgaan tot de zaalverklaring. Dat komt omdat ik mijn derde bad verpakt heb voor mijn tweede. Dus dat ik nu mijn tweede heb lezen. Ik heb al een stuk van kijk de bad. Dat is goed, hè? Je moet dan nummerkens opzetten van boven. Ja, dat is wel te lang, maar ja, ze dat nog een keer te halen. Dan maakt dat veel gemakkelijker. Op bladzijde 2 staat een heel belangrijk iets. Vanaf de voltrekking van de Beato Facio, de zaalverklaring, zullen jullie geloven, vrienden, gelijk wanneer, gelijk waar, altijd gratis wijn krijgen van deze brave zin. Ja, amen. Dus, laten we nog een keer het gras scheppen. Ding, 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 ding. Ik heb geen glas. Het is niet pas op. Ja, het is alleen. Lucus de Revernus, maak uw vraag aan hier. Dus, vanaf nu zit je ingeschreven in de kanon van het Vaticaan. De lijst der zaligen en ben je deelachtig geworden in de hemelse geloof. Circus Durnevinos, bij deze verklaar ik je zalig. En ben je nu een van de weinige bevoorrechten die God zijn voeten mag zalven en zijn strijd kan doen. Ja. Nu, Sint Franciscus heeft mij ook nog een paar officiële documenten overhandigd, zodanig dat je alle bewijzen hebt dat je bewijst. Ik heb mijn brief van het Vaticaan, ik heb het consulaat, generaal van het Vaticaan. Om te beginnen, dit is uw officiële oorkonde. Wauw! Waarin dat er verklaard wordt dat je heilig bent. Dat steekt de weg. Bij levend zelfs nog. Dat steekt de weg in dat zakje of brand dat je dan mee hebt. Hè? Maar, alsjeblieft. Fantastisch. Dan. Ik denk dat het tijd is om zijn gewaad ook aan te doen. Ja. Dan maakt van, dan kan het. Ja, het gewaad mag ook aan. Hè. Ja, dan mag je gewaad aan. Je bent niet zalig zonder gewaad. Hè. Allee, wat is dat dan? Ik heb mijn knootkap voor de gedaan. Ja.
Dat is een kerkenbende, pa. Als je nu zalig bent, moet je ook naar het Vaticaan, maar daar ga je zomaar niet binnen. Dus heb ik u een paspoort gevraagd en je hebt het paspoort Lazarus. En dan start ik nu. Dus je officieel paspoort. Dan ben je, het enige dat je moet doen is even je foto plakken. Dus uw nummer staat erop. Jij bent een 3769ste zaalverklaarde in het Vaticaan. Alsjeblieft. Dan heb ik nog 5 ticketjes dat je gratis binnen mag. 5 ticketjes aan de halve prijs. Je hebt nog niet gedaan. Ook nog een foto van Eva. Vergaan dat je dat kunt ophangen. Maar het belangrijkste komt nu. Mag ik dat hier nog met zich doen? Alles, alles. Als hij die zelf verklaard wordt, die krijgen een speciale geschenk van het God. Elke heilige en zalige die krijgt een speciaal feest. En die zal in de galerij van de kardinaal of andere. Elke keer. Oh, come on! En als je daarover streelt, komt hier weer uit. En als je hier streelt, dan weet ik dat niet. Fucking horror. Oh, nee. Wij zijn van al de kardinalen en al de heiligen van dat nu. En die gelovigen. Dat is alles. Max. Trek naar de camera. Nee, je hebt de kunstenaar. Ja. Ah, zie. Gewoon oh, lopen. Dat zat ik jij, joh. Dat zat ik jij. Dat zie ik wel. Oh, lopen. Dat is natuurlijk de foto daar. Oh, ik kom toch aan. Ik zie het. Beste vrienden, beste gelovigen, hierbij verklaar ik deze ceremonie van de zaligverklaring van Dirkus Durné Vinos Contatina voor altijd voor officieel geëindigd en mogen vanaf nu Ik zet dat dan hier vol. Ja. 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 Ja.
Zet hem op de tafel. Of anders zet hem daar op de tafel. Dat de ganse avond in zicht staat. Ja, ze noemt dat een beetje maar. Nice. Ik ben niet meer bij de buien. De chabas met de... Nee, niet geen knuis. Zijn knuis. Hey. Ja. Er is een half uurtje video opkomst, hè? Er is een filmpje van een half uur opkomst. Toch? Wow. Awesome. Zeg, Ela, heb je in deze vlog gezien? Heb je in deze vlog gezien? Hier, hè? Ah. Mag ik dat wel doen? Dat was het. Hij is echt fantastisch. Hoe heet Mieke? Mieke. Moet ik jij nu een taxi? Ja. Fantastisch, hè? Hallo. Dat weer te zien.